bij dit politiek café van de VVD in Hellevoetsluis. Ik zou graag het woord willen geven aan Peter Hofman nu. En zijn onderwerp is meer markt, minder overheid. Wiep heeft het net aangegeven. Ik zal het hebben over meer markt en minder lokale overheid. Wij gaan niet, in Hellevoetsluis in ieder geval niet over... De centrale overheid, om het maar zo te zeggen. En daar kun je natuurlijk ook dat gezegd op loslaten. Meer markt en minder overheid. En ik realiseer me dat het onderwerp eigenlijk heel breed is. Want dat kun je over heel veel. Of het nou de provincie is. Of dat het de lokale overheid is. Of de centrale overheid. Daar kun je allerlei beslissingen over nemen. Daar kom ik straks met wat voorbeelden. En dan zak ik af naar daar waar het de gemeentelijke autonomie betreft. En hoe kunnen wij dan meer markt genereren. En uiteindelijk, en dat zou ik eigenlijk aan Mark wel mee willen geven, meer markt is meer toekomst. Volgens mij moet dat ook straks een slogan worden bij de verkiezingen. Want als we dus meer dingen weten te privatiseren of meer markt weten te realiseren, dan gaat die markt vanzelf verder werken. En daar is nog heel wat werk aan de winkel, denk ik, in ieder geval bij lokale overheden. Voordat ik mijn betoog begin, wil ik een belangrijk punt vanuit het liberale gedachtegoed naar voren brengen. Van de overheid wordt verwacht en slechts alleen die dingen verlangt die bestuursdomein voor haar rekening te nemen. Daar waar ze voor zijn en waar in ieder geval de particulier, of de burger, niet zijn werk verder kan doen. Of bedrijven, dat die daar geen werk kunnen doen. En dan het domein waar eigenlijk de overheid voor van belang is. Dat weten we allemaal wel, dat is de politie, dat is de krijgsmacht. Dat is ook een openbare ruimte, de openbare werken. Want daar kun je niet de publieke, of in ieder geval de burger, zijn gang laten gaan. Dat moet iemand doen, daar kom ik dan straks op. Hoe je daar tegenaan kunt kijken bij openbare werken. Want dat ligt op het domein van de lokale overheid. Ja, bij mijn bespiegeling over de privatisering. Dan kom je al vlug op hoe ga je dat nou verder in de lokale politiek doen. Want de lokale politiek die is ook met allerlei marktwerkingen bezig. Of dingen op afstand aan het zetten. Daar kun je een verschil maken tussen private, de zaken die je als gemeente hebt. En publieke taken. Private taken die bij de overheid zitten, dat gaat ook vaak over de ontwikkelingen, met grond, et cetera. Nou, u zult het ongetwijfeld ook gelezen hebben de laatste tijd, dat toch gemeenten vaak geld moeten afschrijven. Of gemeenten hebben heel veel gekocht. En ik hoef maar de voorbeelden aan te geven, de gemeente Apeldoorn of Landsingeland. Dus er zijn een tal van gemeenten, ik denk dat er wel 30, 35 gemeenten allemaal in de problemen zitten. Omdat ze zelf, noem ik dat altijd maar, projectontwikkelaartje willen spelen. Nou, dat is typisch een taak. Die je eigenlijk aan de marktpartijen over moet laten. Daar waar grondposities betreft. Daar zijn partijen voor in het leven geroepen in ieder geval. Die kunnen met privaat geld of geld van banken. Die kunnen daar gronden kopen en vervolgens kijken. En als overheid heb je voldoende instrumenten tegenwoordig. Op het gebied van ruimtelijke ordening. Om in ieder geval de kaders te stellen. En de ordening goed te regelen. En je kunt ook de kosten die je moet maken als overheid. Wat vroeger wel eens gebeurde. Dat de kosten, ja, die waren niet te verhalen. Tegenwoordig kun je die allemaal goed verhalen bij marktpartijen. Dus ik ben zelf altijd een groot voorstander van, laat marktpartijen zoveel mogelijk kijken of die dingen van de grond krijgen. Goedenavond, dames en heren. Leuk om hier vanavond te zijn in Hellevoetsluis. Als Kamerlid reis je natuurlijk stad en land af, letterlijk. En dan is het toch altijd leuk om ook in de eigen regio, als Rotterdammer is dit natuurlijk toch een beetje de eigen regio, een avond te kunnen optreden. En dat is niet de enige reden. In het verleden, toen ik nog wethouder was in Rotterdam, had ik sowieso ook binnen het stadsregioverband ook veel met Hellevoetsluis en Voorne Putten te maken. Ik ben begonnen in de gemeenteraad in Rotterdam. Daar kwam ik 10 jaar geleden in. Dat was net het moment dat Pim Fortuyn en Leefbaar Rotterdam echt binnenwalsten in de gemeenteraad. Ook een aantal heel bewogen jaren meegemaakt in de Rotterdamse gemeentepolitiek. En eigenlijk als je kijkt ook in de landelijke politiek, dan is het best een versnipperd landschap. Het is natuurlijk eigenlijk raar, ik ben hartstikke blij dat we op dit moment de grootste partij zijn, maar het is eigenlijk raar dat je met slechts 31 zetels op dit moment al de grootste partij bent. En ik hoop dus ook echt dat we een goede uitslag neer gaan zetten en vooral ook dat we straks ook weer de lead kunnen hebben bij een formatie omdat, zoals ik zei, het werken nog niet klaar is en Nederland echt nog wel een stevige dosis liberalisme kan gebruiken in de komende jaren.
Mijn naam is Hengst. Ik ben lid van de VVD, om het maar even duidelijk te maken. Ik ben emeritus hoogleraar van de TU Delft en ik heb 20 jaar van mijn leven in het bedrijfsleven gewerkt. En 20 jaar van mijn werk, 25 jaar van mijn leven ongeveer in het bedrijfsleven gewerkt. En 20 jaar van mijn werkzame leven bij de overheid. Dus ik ken de partijen van beide kanten. Ik heb mij verbaasd over de opstelling van de VVD met betrekking tot de studieduur van studenten. En met name de belasting die opgelegd wordt als men de studieduur van 5 jaar overschrijdt. Ik kan me dat voorstellen voor juristen. Ik kan me dat voorstellen voor economen. Ik kan me dat voorstellen voor allerlei vakgroepen die in de wat perifere sector zitten waar we het straks over gehad hebben. Maar ik kan me dat niet voorstellen voor mensen waarvan verwacht wordt dat ze de samenleving stimuleren. En dan kijk ik dus naar technische opleidingen, met name de opleidingen waar dus dingen bedacht worden en dingen uitgevonden worden die van belang zijn voor de samenleving. Dat jullie als VVD voor een dergelijke uniforme wet gestemd hebben. Ik noemde straks een paar dingen waarom ik niet gelukkig was met het feit dat er verkiezingen komen. En ik maakte even gekscherend dat het in ieder geval de kans betekent voor de Kamerstraat hier om ook weer een collega van mij te leveren. Dus eigenlijk nog een tweede punt waarbij ik denk, ja, dit is ook wel weer een kans om datgene wat wij in ons verkiezingsprogramma hadden te realiseren. En dat heeft te maken met het hoger onderwijs. Op heel veel terreinen hebben we in de samenwerking met CDA en PVV partijen gevonden waarmee we zo grosso modo in dezelfde hoek dachten. Het enige waar dat helemaal niet het geval was, was bij onderwijs en met name het hoger onderwijs. Wij zaten bij een aantal partijen die zeiden, je moet eigenlijk zorgen dat je het geld niet aan studiefinanciering uitgeeft. Mensen laat lenen voor hun studie en het geld wat je daarmee binnenbrengt stoppen in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dat kan ook, er zijn heel veel zeer beschaafde landen die college of die studenten laten lenen. Denk aan Australië, maar dichterbij Zweden, Engeland. En dat noem je sociaal leenstelsel, want als je studenten hebt die onverhoopt geen baan vinden, dan hoeven ze minder of niet af te lossen na een aantal jaar. Ik heb een vraag aan Mark over een opmerking of eigenlijk een stukje in Buitenhof van Wouter Koolmees afgelopen zondag. En Wouter die had het over het invoeren van de 40-urige werkweek. Nou ben ik benieuwd, dat is mijn vraag aan jou, hoe jij daar en hoe de VVD er eigenlijk in staat. We hebben eigenlijk, zitten een beetje op te kouwen. Of nou dit het ei van Columbus is, echt zeggen die 40-urige werkweek. Dan is de eerste vraag die ik al heb, maar wie bedoel je dan? Want ik ken heel veel mensen in het bedrijfsleven die volgens mij gewoon 40 uur per week werken. Binnen de overheid is 36 uur wel wat meer gebruikelijk. De keerzijde daarvan is dat je inderdaad, als je zegt we gaan allemaal meer werken, dat je op korte termijn wel zult hebben dat banen, dat er minder banen zijn. In zijn algemeenheid kan ik het pleidooi wel ondersteunen, want dat is wat ik straks ook zei, als je minder mensen hebt die aan het werk hebt, de enige manier om dan als land nog met z'n allen meer te verdienen is 2 manieren. Of zorgen dat je in de tijd dat je werkt meer produceert, of zorg dat de mensen die werken meer tijd aan werk besteden.